Iemand in het bijzonder van Arend van Dam. Komt u verder, u moet uw beeldhouwer zijn. Donatus knikte. De dame ging hem voor door de gang naar het atrium, het geriefelijke binnenplaatsje van de Romeinse villa. Zo wil ik het graag hebben, zei de dame, en ze wees om zich heen. Het moet de sfeer uitademen van een atrium. Ik begrijp het, zei Donatus. De dame wenkte een bediende. Die bracht een tafeltje en zette een schaal met een uitgebreid assortiment noten en gedroogde vruchten op. Donatus keek naar de poten van het tafeltje. Het waren drie kunstig uitgesneden leeuwen. Tast toe, zei de dame, dan zal ik uitleggen wat de bedoeling is. Terwijl Donatus genoot van de vijgen, de dadels en de rozijnen, vertelde de dame. Mijn man en ik hebben hier altijd met plezier gewoond. De meeste legerleiders gingen na hun pensioen terug naar Rome. Mijn man liet deze villa bouwen. Wij zijn gebleven. Helaas is hij kort geleden overleden. Sindsdien woon ik hier alleen. Mijn leven zal niet meer zo lang duren. Donatus bekeek de dame nog eens goed. Ze leek hem niet veel ouder dan 50. Een week eerder was hij haar tegengekomen in het badhuis in Heerlen. Hij was getroffen door de sierlijke manier waarop ze zich door het water bewoog. Terwijl hij aan zijn godenbeeld werkte, had hij af en toe stiekem naar haar gekeken. Na het baden was ze naar hem toegekomen. U maakt mooi werk, had ze gezegd. Ik wil u graag een opdracht geven.